speeltuin, niet ver van huis, zag ik laatst anders dan ervoor. Met nieuwe ouders en kinderen die niet bestonden toen ik er speelde. Achttien was het getal waar ik naar uitkeek als kind. Want vanaf 18 ben ik groot en slim. Althans, dat dacht ik totdat ik in mijn 18e enveloppe geen sleutel aan wist te treffen die als poedersuiker in water alle vraagstukken in mijn leven op kon lossen. Ik kreeg olie in plaats van suiker en in plaats van op te lossen vermenigvuldigen de vraagstukken zich. En mijn visie op de wereld vervormt mee met de vervorming van de oliedruppels vanuit mijn innerlijke fictieve beleving naar de non-fictieve waarheid. Ineens hoor ik een stem die zegt: je bent geen kind meer. Gedraag je ernaar. Met jouw leeftijd dans en huppel je niet over straat en hoor je niet van de glijbaan te willen gaan. Moet je weten hoe te zorgen voor jezelf en discipline op kan brengen in plaats van alles uitstelt. Je bent volwassen. De roze bril moet in de la. En plots is de intensiteit van kleuren geblust door de regenval die de kleuren eerder deden opleven. De vogels mislaan het overtreffen van de radio. De schommeltouwen snijden in mijn dijen, de plank is nu te klein. En de uitbreiding van mijn woordenschat fluistert wanhoop in mijn brein. Ik voelde me nog nooit zo onwetend en klein als in 18. Ik verlang terug naar kind zijn. Is het dan ook nooit goed? Knipper met mijn ogen en ineens ben ik volwassen. Ik word maar ouder met de dag, zie er plots ouder uit dan toen. Ik heb nog steeds dezelfde lach, zelfde verlangens. Ik ben nog steeds hetzelfde. Waarom moet alles dan zo anders? Of zit dat enkel in mijn hoofd? Ik voel me nog een kind, maar ik voel me ook volwassen. Staande tussen servet en tafelkleed met aan elke kant één voet. Mijn linkervoet nog in de tijd waar elke stoep een hinkelpad was. En het avondeten de grootste vraag van de dag. Waar we blijven hangen in de slappe lach van het statisch maken van onze haren tot hoge kuiven maken. En waar we in bad veranderden in mannen met schuimbaarden. We in bomen klommen zonder angst om te vallen met takken als zwaarden en wij als piraten. En waar knuffels leefden en mee mochten eten met pannenkoeken en ijs aan het einde van de week. En mijn rechtervoet in een wereld waar ik eindelijk kan zeggen: bind me maar vast met 1000 touwen. De scharen liggen binnen handbereik. En overtuig me maar van wat niet kan, ik zal je het tegendeel bewijzen. Ik bevind me over de muur van minderjarigheid, waardoor ik verder kijken kan dan cement en steen. Ik kan zonder toestemming van wie dan ook overal heen en beperkingen van leeftijdsgrenzen zijn vele malen minder. 18 brengt vrijheid met zich mee. Waarom zou ik alleen nog maar op mijn rechtervoet mogen lopen? Tijd ging als een vuurvliegje
die zijn lichtje van aan naar uit liet gaan. En ik begrijp niet hoe de tijd zo snel kan gaan. Tijd ging als een vuurvliegje die zijn lichtje van aan naar uit liet gaan. In 19 dans ik weer over straat. Dankjewel. Dames en heren, applaus. Wauw. Wow. Ja. Meine Güte. Wat een prachtig eigenlijk verhaal is het eigenlijk met ondersteuning. Hoe ben je hier zo bijgekomen? Ik werd 18. Ja. En toen heb je alles opgeschreven? Het was gewoon, ik dacht als ik 18 word dan weet ik alles, dan kan ik alles. Weet je, papa en mama die weten ook alles. Dat was wat ik dacht als kind en toen werd ik ouder en toen dacht ik, eigenlijk weet ik nu helemaal niks. Want je zei het ook al, het brengt ook heel veel vrijheid met zich mee. Ja. Wat was de grootste verrassing toen je 18 werd? Want ik weet het van mij wel. Maar dat je op een gegeven moment dacht, ik ben 18 geworden en dit kan ik nu opeens wel. Ik, ik mocht een Airbnb boeken zonder dat ik mijn ID moest sturen en in paniek raakte. Nee, want ik weet zelf nog heel goed dat ik toen ook dacht van, nou ja, ik ben 18, ik kan nu zo oneindig veel snoep kopen, dat ik er echt heel erg ziek van kan worden. Oh. Maar dat soort teksten, dat komt onder andere ook terug in het stuk wat jij net hebt gedaan. Ik moet er even bij vertellen, jij hebt 2 edities lang kunstbende in de categorie taal gewonnen. Ja. Moet ik erbij zeggen, dat was volgens mij, als het goed is, de voorronde. Ja, de voorronde van Overijssel inderdaad. Twee keer de voorronde, dus ook 2 keer naar Amsterdam gegaan. Moet nu nog 1 keer. Één keer naar Amsterdam en je moet nu nog 1 keer eind juni. Ja. Dan mag je nog een keer naar Amsterdam. Hoe was dat die eerste keer? Want was het een beetje eenzelfde soort act als wat je nu hebt gedaan? Dat was ook een spoken word en ook muzikaal. En toen dacht ik dit jaar van ik wil sowieso weer een spoken word doen. En eigenlijk vond ik het wel heel erg leuk om dat muzikale er ook in te verwerken. Want kijk, in eerste instantie maakte ik eigenlijk muziek en covers. En toen keek ik vorig jaar ook wat je moest doen om mee te doen in taal bij kunstbende. En toen had ik per ongeluk een act aangemaakt. En toen dacht ik, weet je wat, we gaan het gewoon doen. En toen heb ik iets geschreven en daar is gewoon muziek, ja, eigenlijk een beetje automatisch bij ingekomen. En toen bleek ik dat de leukste categorie te vinden. Want het was leuker dan muziek waar je aan meedeed. Vorig jaar deed ik mee in 3 categorieën en dit jaar in 5. Dus ja. Ja, dat heet keuzestress of gewoon geen keuzestress. Dat is maar wat je... Ja. Je hebt dan meegedaan, je wint het. Je wint dan ook volgens mij een coachingstraject wat je daarmee meepakt. Hoeveel verder brengt zo'n coachingstraject een jonge maker hier? Oh, echt wel heel veel verder. Want vorig jaar die coaching heeft echt wel verandering in, zeg maar, wat je nu net hebt gezien. Dat was niet op deze manier geweest als ik die coach niet had gehad. Want dat heeft eigenlijk... Hoezo niet? Er is gewoon... Je hebt een andere blik erop. Iemand anders die er naar kijkt en die met hele goede punten komt waar je naar gaat kijken. En dat zijn van die kleine dingetjes zoals in een zin dat je bijvoorbeeld tegenwoordige tijd en verleden tijd in 1 zin hebt staan of zo. Maar net die kleine dingetjes die het dan mooier maken of juist dat je dan ineens dat iets... Dat je erachter komt dat er eigenlijk iets dubbel in staat. Of dat dingen juist weggelaten kunnen worden. Dus, ja, dingen waar je zelf niet echt op komt. En dan noemt iemand het, denk je, zo kan ik het ook nog doen. Er zijn andere inzichten, zeg maar. En dat bracht je dit jaar ook dan tot de winst. Krijg je dan nu ook eenzelfde soort traject? Of mag je nu ook, zeg maar, kiezen een andere verbreding van eigenlijk de wereld waar je al in zit? Om een soort andere niche-expertise er nog aan toe te voegen. Hoe bedoel je? Vorig jaar heb je dezelfde categorie gewonnen. Dan zou je een coaching daarin hebben gekregen. Is dat nu een beetje dezelfde soort coaching? Of is dat nu, kun je dat wel totaal anders maken omdat je nu ook wat anders kan?
Ik kan zelf aangeven wat ik wil. Dus ik heb nu wel gezegd van oké, dit zijn punten waar ik op wil focussen. Waar ik verder in wil ontwikkelen, waar ik verder aan wel wil werken. Dit is wat ik ervoor nodig heb. En Kunstbende gaat dan kijken daarnaar van oké, wat kunnen wij hierin betekenen voor haar om haar verder te helpen. En die hebben ook een budget en die zoeken dingen uit. En dan ja, krijg ik dat te horen en zo kom ik eigenlijk bij een goede coach of een ander iets terecht wat mij verder kan helpen om die doelen te bereiken. Binnen de categorie muziek hoor je heel vaak dat het een soort opstapje is naar heel veel boekingen. Zijn dit soort acts heel boekbaar, zeg maar? Of moet je dit in een theater zien bij een wat volmaaktere show of iets dergelijks? Of hoe zit dat? Spoken word bedoel je? Ja. Ja, dat verschilt denk ik. Het kan geboekt worden. Kijk, er zijn natuurlijk ook spoken words die je kan vormen naar bijvoorbeeld een wens van iemand. Ik denk als iemand een bruiloft heeft en die zegt wil je een spoken word maken, dat kan. Maar ik denk ook dat zoiets als dit, dat prima in een theatervoorstelling kan. Gewoon bij een, ja. Heb je dat ook al gehad? Heb je dit soort kunst ook al eens laten zien aan mensen? Ja, sowieso met Kunstbende dan dus op het podium. Ik heb in een restaurant een keer opgetreden. Hoe was dat? Mensen waren vooral bezig met eten. Ja, het was meer een soort achtergrond iets. Dus dat was misschien niet de beste match. Maar ik heb het ook wel eens in een ander theater iets gedaan. En dat werkt wel gewoon op echt, ja. Zoals dit werkt volgens mij ook wel. Ja, ik wou net zeggen, het leent zichzelf ook voor een televisie, iets een wat rustigere setting. Zou je dit bijvoorbeeld dan ook op een festival? Nou ja, ik weet bijvoorbeeld op de Zwarte Cross is een spoken word ook iets van de laatste jaren. Want het is een beetje up and coming. Kijk, ik heb het geprobeerd op het Bevrijdingsfestival. Maar je merkt wel dat van het hoofdpodium natuurlijk heel veel lawaai komt van de grote bands. En dat mensen daar... Het heeft niet echt een beat, dit. Op een festival willen mensen bouncen. Ja. Hier bounce je niet echt op. Dus ik denk wel dat als je een ander soort spoken word dan wat ik net gedaan heb, dat als zeker op een festival kan. Maar dit specifieke ding werkt niet helemaal op een festival. Dan moet je bounce. Een beetje bounce. Vind jij... ik kan het niet zien. Je vindt dit echt geweldig, hè? Ja, ik vind het heel leuk. Ja, maar ik wou net zeggen, want wat maakt het dat iemand zo opstaat en denkt van, ik ga spoken word doen, hè? Ik zei al, het is de laatste tijd wat populairder geworden dan dat het is, maar... Het is eigenlijk per ongeluk gekomen, dus door die act. En toen deed ik dat. En ik, zoals vorig jaar, heb ik dus dan meegedaan aan muziek. En daar was ik eigenlijk heel zenuwachtig. Ik stond op het podium en ik dacht, dat was gewoon heel eng. Gewoon echt heel eng. En ik heb 3 jaar theaterschool gedaan. Dat vond ik superleuk. En nu was het eigenlijk een beetje een combinatie. Want dit is wel iets theatraals. Het heeft muziek. Het heeft spreken. Het heeft het eigenlijk een beetje allemaal. En dit vind ik, hier word ik eigenlijk niet zenuwachtig, maar juist heel enthousiast van. Ik kan het aan je zien. Ja. Dames en heren, geef haar nog een groot applaus. Asia Elsinga.